Hallo jongens en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag ben ik met de enige echte. Yes! En wij gaan iets heel moeilijks doen, want we gaan macarons maken. Sorry dat het hier een zooi is, maar we hebben al wat gebakken vandaag. En die komt op Iris haar kanaal. Ik zet het linkje ook even in de beschrijving. Dus als je die wilt zien, vooral checken, want het is heel leuk. Dus we gaan macarons maken en dat blijkt dus best wel moeilijk te zijn. Ja, iedereen zegt dat het moeilijk is, maar in principe bij het recept stond dat we maar zes dingen nodig hebben. Dus ik kan me niet voorstellen dat het zo moeilijk is. Nee, ik ook niet. Maar we gaan het zien. En we hebben het net ook best wel geneeld, hè? Ja, we hebben het best wel goed gedaan. Dus we hebben het eindresultaat nog niet gezien. Nee. Dus we weten het niet. Maar voor zover ik normaal gesproken gaat alles altijd al verkeerd. En dit ging dus best wel smooth. Dus ja, ik denk dat het wel goed komt. Ik denk dat we gewoon het recept erbij gaan pakken. Ja. Oh ja, en we gaan ondertussen wat vragen beantwoorden. Ja, we doen inderdaad ook nog een Q&A tussendoor. Dus dat is leuk. Oké, wij gaan het basisrecept plus stappenplan voor de perfecte macarons. Dit lijkt me zo moeilijk. Even kijken, stap 1. Macarons maak je op amandelbasis. Die hebben we. Amandelmeel. Oh ja, amandelmeel, ja. David amandelmeel. We hebben geen zeef. Of wel, heb je een zeef? Ja, ik denk wel dat ik een zeef heb. David amandelmeel en de poedersuiker door een super fijne zeef. En meng de twee gezeefde poeders door elkaar. Hoe fijner, hoe beter. Meng het eiwit, niet het eiwit dat je straks stijf klopt, maar het gewone eiwit, uit het eerste ingrediëntenlijstje hierdoorheen. Dit was heel grappig. Oké, dus dan het amandelmeel en de poedersuiker. Oké, dus poedersuiker. Die heb ik hier. En amandelmeel hebben we hier. En een bakkie, toch? Ja, en een bakkie. En dan gaan we dat dus even een beetje door elkaar husselen. Dit is zo leuk. 300 gram suiker. Hoe de fuck kan je 300 gram nodig hebben? Dat is echt heel veel. Nou, dat is dus bijna het hele ding. Ja, laten we dan gewoon het hele ding doen. Met een beetje minder. En 300 gram amandelmeel. Oké, en dan deze met nog een beetje van het andere pakje erin ook. Oh, dit gaat zo erg. Oh, moet je nu eens zo doen? Oh, dat is lekker. Dan zit het echt gewoon in je neus. Oh. Oh. Dit bakje is te klein, denk ik. Want dit moet er ook nog bij. Dit hele zakje. Oké, laten we een groter bakje pakken. Okay, dus stap 1. Poeder. Oh. Oh no, kijk dit. Oh. Nou, dat is dan 50 gram die er vanaf moest. Zal ik ondertussen een vraagje doen? Ja, die eigen vraagje ondertussen. Stel, je zit met alle wereldleiders rond de tafel en je mag één ding veranderen in de wereld. Wat doe je? Ik zou alle haat uit de wereld gewoon verbannen. Wat lief. Ja. Dat is wel lief. Ja, ik ben wel lief. Ja, ik zou de haat verbannen. Ja, dus echt gewoon de wereldvrede eigenlijk. Wereldvrede, ja. 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 Wat zou jij veranderen? Ik denk iets, ja, dat klinkt als zo'n linkse teef. Iets met het klimaat wel, dat gewoon beter en serieus wordt genomen. Dat zou ik in principe ook wel doen. En dan zou Trump gewoon van zijn troon afstoten. Ja, ik volg die dingen ook helemaal niet. Dus ik heb ik volg het helemaal niet. Omdat ik het gewoon niet zo interessant vind. Ja, is het ook niet echt. Maar ik vind het gewoon stom wat er soms gebeurt in de wereld. Ja, nee, dat kan vind ik ook. Kan ik wel druk over maken. Ja, dat is het Amazone gebeuren. Ja, oh. I can't. Nooit meer haar wassen of nooit meer tanden poetsen. Ja, maar niet voor jou, want jij hebt heel lang haar. Ja, kut. Ik zou dan nooit meer mijn haar wassen. Want mijn haar wordt niet zo snel vet. Ja, mijne wel. Binnen een dag al. Ja? Ja, was je elke dag jaar? Ja. Nee. Ja, echt elk dag. Oh mijn god. Ja, dat is heel kut. Maar je kan het soort van trainen, hè? Ja, maar daarom zeg ik ook, ik was 1 keer de 4 dagen mijn haar. Ja, beter. Ik wilde dat ik dat kon, maar dat kan niet. Ja, maar je tanden niet poetsen is echt goor. Ja, dat is echt goor, ja. Ja, dan mijn haar maar niet wassen. Dan doe ik gewoon altijd een knotje in, dan zie je het toch niet. Ja, precies. Dan heb je gewoon zo'n vies, vet dingetje op je kop zitten. Ja. Werd je uitgenodigd voor roadtrippers of heb je jezelf ingeschreven? Ik ben uitgenodigd voor roadtrippers. Maar het leuke is wel dat er doet dit jaar ook een onbekend team mee, zeg maar. Oh ja. Een derde team. En die konden zich aanmelden. Die moesten allemaal filmpjes maken. En er werd uiteindelijk één team gekozen. Oh, wat cool. Dus dat is wel heel leuk. Ja. Nee, ik ben gevraagd en ik had... Ik kende eigenlijk Giel en Stefan nog niet. Nee. Alleen ik kende Thomas natuurlijk. Ik heb de Thomas Wintersportserie gedraaid. Ja. En nog ook een ander programma. Dus ik denk dat hij zei gewoon van super lachen om haar te vragen of zo. Ja. Ik denk dat het zo is gegaan. En heb je er ooit over getwijfeld of je het wel of niet moest doen? Of dacht je gelijk van, nee, dit gaat sowieso doen? Dat programma was zo goed bij mij. Ja. Dat is echt één van de programma's waarvan ik dacht, daar wil ik echt heel graag gaan meedoen. Je moet iets toevoegen. Ja. Dit. Kijk. Moet dit ook geschud worden of zo? 110 gram. Oh ja, want er zit 500 gram in dus. Ja, dus hoe gaan we dat meedoen? Nou, ik gewoon op de gevoel. Hier denk ik. Ja, ja. Oh. Is dit genoeg? Ik denk het. Moeten we niet zo'n garde hebben? Die. Zal ik even afvoeren? Ja, dat is goed. Even kijken. Dit mengt toch helemaal niet, jongen. Kijk dan. What the fuck? Kijk dan. Het gaat allemaal in het ding zitten. Wat is je lievelingseten? Oh, kapsalon of zo. Ja? Ja, maar echt als vieze vette. Oh, daar hou ik echt van. Ja. En jou dan? Ja, ik denk bij mij Italiaans. Alles wat in Italië is, gewoon pizza's, burrata. Ja. Alles vind ik gewoon fucking lekker. Waar zou je ooit nog naartoe op reis willen en met wie? Ik zou nog wel een keer naar Bali of zo willen. Ja.
Malediven. Ja. Zou ik ook graag heen willen. En dan gewoon met Bram of zo. Ja? Ja, ik ben met hem alleen in Frankrijk geweest. Ja. En in Tenerife. Ben je heel erg van het reizen? Nou, ik vind het wel heel leuk als het maar niet te warm is. Ja, ja, maar ik heb niet super veel gereisd in mijn leven hoor. Nee. Nee, nee, nee. Oh, het ziet er zo ranzig uit, moet je zien. Zal ik een beetje kleurstof bij doen? Ja, doe maar. Blauw. Oh nee, sorry. Maar blauw is eigenlijk ook wel leuk. Nee, rood is wel lekkerder om te eten, want dat lijkt nog een beetje aardbei. Wat hebben we nodig? Heel weinig volgens mij, maar. Ik denk dat dit toch nog. Ik vind het nog steeds zo grappig. Misschien wel leuk om even te stellen. Dat jij zei van, zullen we bakvideo's maken? Ik zei, ja, dat is wel een goed idee. Toen dacht ik echt, ik was echt in de veronderstelling dat jij een soort van pro was in bakken. Zie ik eruit alsof ik een pro ben in bakken. Nee. Advies voor als je zenuwachtig bent om met een jongen te praten. Oh, dat vind ik wel een leuke vraag. Dat vind ik ook wel cute. Ik denk, wat ik mezelf heel erg voorhoud als ik heel zenuwachtig ben voor een gesprek of voor opnames. Dan denk ik, oh mijn god, iedereen is altijd is met dit soort momenten zenuwachtig. Ja. Dus dat geeft je wel een bepaalde rust in je hoofd. True. Als je gewoon beseft van dat je niet de enige bent. Nee, je bent echt niet de enige. Want heel vaak denken mensen dat misschien dat, weet je, dat wij misschien dingen heel zelfverzekerd doen. Maar iedereen heeft zijn eigen onzekerheden. Ja, inderdaad. En ik denk dat als je heel zenuwachtig met een jongen te praten. Misschien moet je toch een beetje dan van tevoren denken waar we het over hebben. Dat er geen ongemakkelijk stilte valt. Ja, niet en je moet ook wel wat leuk zijn van jezelf. Je moet wel maar kunnen lullen. Ja, en je moet ook bedenken, de jongen is waarschijnlijk net zo zenuwachtig als jijzelf. Waarschijnlijk wel, ja. Toch? Ik ben bijna nooit zenuwachtig. Nee? Nee. Ik ben echt één keer zenuwachtig geweest in mijn leven en dat was voor misverkiezing. Ik heb meegedaan aan een misverkiezing. Heb jij meegedaan aan een misverkiezing? Ja. Nee! Ja, het is echt heel leem. Ja, het was op zich wel, als ik op terugkijk was het wel leuk, maar het was echt, oh my god. Maar ik vind wel echt totaal niet de type mis. Nee. Ik wil niet denigreren naar het type mis of zo. Nee, maar... nee, nee. Maar het was, je moest echt gewoon heet zo staan, weet je wel. En dan lachen, je mocht niet stoppen met lachen. En... Maar ik was in de top 5 van Utrecht gekomen. Dat echt? Was wel mooi. Ja. Dus je bent eigenlijk gewoon. Dat een paar jaar terug. Nee, dat is top 5. Oké, okay, stap 2. Maak merengue. Eiwitten en suikerwater. Kook het water met het suiker in een stil pannetje op hoog vuur. Als het te hard bubbelt of bruin wordt, zit je fout. Het moet een doorzichtig, heel licht in het tussen van de eiwitten. Keukenmachine. Anders blijft het maar nog geen spoortje van. Het is echt kut. Weet je hoeveel stappen dit zijn? Heb ik daar zin in? Dit gaan we wel echt doen. Oké. Okay. Welkom in de keuken. We zijn in de keuken. Oké, kook het water. In een stil pannetje hebben we. En de suiker moet erbij. We doen gewoon alles op de gok. Moet erbij. Dit is te veel, dit is veel te veel! Nee. Kijk hoeveel ik wil erin! Maar 300 gram suiker, dat is toch heel veel hiervan? Kijk hoeveel dit is! Weet ik niet meer doen, jongen! Oh mijn god! Moeten we het ook roeren? Ja. Zo. Toch liever te veel suiker dan te weinig suiker. Nou, ik weet wel dat het gaat koken vanaf 100 graden. Dat heb ik onthouden van scheikunde. Wat is het meest heftige moment geweest in uw leven? In uw leven? In mijn leven. Ik ben nog niet zo oud hoor. Nou, ik had wel dat mijn pa een keer bijna de pijp uit ging. Ja? Ja, dat was wel naar. Wat dan? Waardoor? Nou, hij had een operatie gehad. En dat ging niet helemaal goed of zo. Ja, ik weet niet, ik was 12 of zo. Wat voor operatie? Ik kreeg een stoma. Oh. En toen moest hij weer weggehaald worden, die stoma. Ik weet niet precies hoe het ging, maar... En toen, toen stopte alles een beetje ermee. Oh, wat eng. Ja, dat was wel heel eng. Toen dachten we echt van, oh, hij komt. Shit! Uit. Oké. Okay. Waarom is hij niet uit? Zo, het is de verkeerde. Zo. I think we're doing it wrong. Het is echt zo ingewikkeld. Echt een soort van Chinees voor mij. Oprecht, ja. Ik snap er ook geen reet van. Ik ben blij dat jij leest. Eww. Het ziet er oké uit. Ja. Nu ziet het er zo uit. Dat is prima. Dus dit zijn eigenlijk een beetje de soort van de hamburgertjes. Ja, je maakt gewoon al verschillende en die plak je dan op elkaar. Ja. Wat is het engste wat je ooit hebt gedaan? Oh, het engste wat ik ooit heb gedaan? Nou, er is een filmpje van mij online waarin ik allemaal motocrossrijders over me heen laat rijden. Ja, oh my god. Best wel... Kijk, ik dacht, dan maak je hier zo'n soort van ding van. Ja, nice. Je moet genoeg ruimte tussen die rondjes laten. Oké. Okay. Dus we spuiten met deze spuitzak van die rondjes, zeg maar die boven en die onderkantjes van de macarons. En je moet tussen de rondjes genoeg ruimte laten, want ze worden natuurlijk groter. Dus ja. je moet echt mini dingetjes. Ja. En niet zomaar wel zo dingen. Ja. Kijk, iets verder weg. Verder weg. Oh shit. Maar het valt eruit. Ja. Oh, jij doet het echt zoveel beter. Wow, jij doet het echt goed. Nou, dit is dus hoe onze macarons er nu uitzien. Dit is zo beautiful. Wat vind je ervan? Ja, ik vind deze bericht best wel goed. Die bijvoorbeeld. En die en zo. Ja, die op zich zitten er wel een paar mooie tussen. Kleine drolletjes. Ja. Nou, dan gaan ze nu naar de oven. Ja. Oké, je moet dus de macarons 10 minuten in de oven doen. Dan moet je de oven er 5 seconden open doen. Daarna weer dicht, nog 5 minuten bakken. Daarna doe je hem nog 5 seconden open en weer 10 minuten bakken. What the fuck is dit, jongen? Het is echt een soort van rocket science. Welke bekendheid zouden jullie voor één dag willen zijn? Oeh, ik denk... Ik zou het niet weten eigenlijk.
Ik zou misschien wel gewoon voor één dag Kylie Jenner of zo willen zijn. Maar echt maar voor één dag. Ja, ik ben dus echt niet fan van hem. Nou, ik ben ook niet echt fan van, maar gewoon zien hoe die lifestyle is, weet je wel. Ja, oké. Okay. Ik zou wel één dag denk ik echt een profvoetballer zo willen bij. Dat je echt iets heel goed kan. Ja. Of heel goed kunnen zingen of zo. Ja, dat zou ik ook wel willen, want dat kan ik echt niet. Nu gaan we de gelei maken. Ja, dus hetgeen wat zeg maar tussen die macarons is. We hebben dit nodig. Room. Verwarm de room en de honing heel zachtjes in een pannetje. Doe nu de gesmolten chocola erbij. Goed mengen. Dus in principe doen we gewoon room, chocola en honing hierbij. En dan warmen we dat. Oké, dus de volgende stap is, we hebben de macarons gemaakt. We gaan nu de gelei maken met room, honing en gesmolten chocola. Mm-hmm. Op het vuur. Doen we het in deze zak. Leggen we die in de ijskast. Mm-hmm. En dan spaten we hem af. Nou, we zijn weer in de keuken. Lekker! Nice! Even kijken. We gaan een beetje gevoel gaan doen, een beetje de honing erbij. Ja, ja. Een beetje room erbij. Het is echt heel raar wat er nu gebeurt. Dit is hoe het er nu uitziet. Dit is de gelei. En gaan we wat honing bij doen. Zullen we ondertussen kijken hoe het met de macarons beneden gaat? Kijk nou. Oh, die ene loopt ernaast. Oh mijn god, zag je dat? Ja. En er komt er alleen wel een vieze geur vanaf. Ah, fucking warm. Oh mijn god, dit is echt prima. Dit zijn ze geworden. Dit zijn ze geworden. Ik ben best trots. Ik ook. Oh mijn god, kijk nou. Oh my god. Ah. Holy shit. Oké, okay, wacht. Ik moet even zo vaststaan. Dan moeten we deze. Kut, alles voor niks. Zo. Oh my god. Nou, Oké, okay, jongens, de macarons zijn klaar. Ja. En dit zijn ze geworden. Het lijkt een beetje op hamburgertjes, maar ik vind dat we het nog best wel goed hebben gedaan. Ze moeten dus eigenlijk nog even afkoelen, maar... Ik weet niet, ik denk dat het misschien nog wel lekker is. Zullen we het proberen? Cheers. Oké, cheers. Best oké. Nou, oké, niet heel lekker, maar ik had het gewoon verwacht. Kijk, die binnenkant is gewoon nog te zacht, maar de structuur zeg maar, van de macaron zelf is echt wel zoals die moet zijn. Oké, ja, het is niet helemaal gelukt. Nee, het is niet, ik vind het niet zo lekker. Nee. Nee. Maar we hebben er wel heel veel liefde en tijd in gestoken. Maar ik denk wel als we het nu nog een keer zouden doen, dat we het anders zouden aanpakken. Ja, ik denk oprecht, als we het echt gewoon goed hadden gevolgd, was het echt nog wel gelukt. En we zijn ook allebei echt wel slecht eigenlijk hierin. Ja, wat we doen dus... is van tevoren. Met alles gewoon, alle situaties bij elkaar, vind ik dat het nog best wel geslaagd is. Ja, dus als jullie meer bakvideo's willen zien, laat even laat weten. Vooral weten. Ja. En laat ook weten wat we moeten bakken. Wat zeg maar een uitdaging is, maar wat we wel kunnen. Want nu is het een beetje kut dat het niet echt is gelukt. Ja, want die Kinder Bueno taart is wel gelukt. Oprecht, de taart, ja, ik denk, dat hebben we natuurlijk nog niet geproefd, maar ik denk dat de Kinder Bueno taart super goed is gelukt. Dus die moet je vooral even kijken op Iris haar kanaal. Ja. Oké, jongens, super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en hopelijk tot de volgende keer. Yes! Doei!